Hey, zoals je wellicht hebt gezien, ga ik vandaag samen met Bo de hele menu van de Taco Bell uitproberen. Oh my god, guys, het is een droom van mij. Het was zo lekker. Zoals je ziet is nog de helft niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. En laten we maar snel gaan beginnen met de video. Oké, nou daar zijn we met alles. We hebben dus het hele menu van de Taco Bell. We hebben echt dus nachos, taco's, friet, chalupa, crunchwrap. We gaan alles proberen. Dus heb je nog nooit Taco Bell, ben je benieuwd? We gaan het allemaal proberen. En zullen we dan ook recepten geven? Ja. We gaan het even allemaal leuk neerleggen. We hebben dus ook van die cinnamon twist als toetje. Stiekem al ingegeten. Sour cream, we hebben hier nacho sausjes. Deze gooi je gelijk erin, ja? Dit is warm, die saus. Nee. Wat is dit? Oh. Dat is la quesadilla. Nee. Oh, de crunch wrap. Oh. Ik ga stuk, dat is gewoon één. Oh my god. Lekker. Saar, ik moet echt wel nu eten, hoor. Ja, ik kan dit echt niet meer bijhouden. Waar gaan we mee beginnen dan? Ik weet gewoon niet waar ik mee wil beginnen. Ik denk dat ik met de burrito begin. Oké, ik heb begin met de crunchwrap. Wacht even heel even hoor. Ik ga de dip al. Jij ja, ik ook. Dit is pittig. Lekker. En in de sour cream en in cheese. Ja. Alles dip dip, dubbel dip. Heel lekker. Heel lekker, ja. Maar ik heb nog niet alles. Oeh! Oh, wat lekker. Allebei nog eigen cheese. Oh, even doen nu ook. Van het hoofd. Oh, ja. Oh my god. Guys, dit is. Oh nee! Oh. Oké, dit vind ik echt lekker. Ik zweer het. Dit is heel lekker. Dit is gewoon een burrito. Maar dit is nog wel de basica, denk ik. Ja. Ik ben benieuwd wat het verschil is. Met? Met wat ik heb en jij. Want het lijkt een beetje erop. Zullen we nu ruilen? Ja. Ik vind het helemaal niet heel pittig. Nee. Maar dat komt omdat het goed is. Oh, het is nacho burrito. Ja. Lekker. Oh, ik had mijn handen is de hemel onder. Lekker. Lekker ook. Deze is wel lekker hoor. Deze is lekkerder. Ja, ik vind dit lekkerder. Ja? En deze proeft echt die nachos. Wow. Oké. Vraag je ook? Ja. Wat voor cijfer geef je het? Deze geef ik een 9. Ja? En die geef ik een 8. Wat vind je daar zo anders aan dan? Gewoon hier zit ook al die sausen in. Nou, dat had ik niet. En dingen. Nou, ik proef nu een hapje van die en ik nu een hapje van die. Kijk, deze ziet er toch veel beter uit dan die van jou. Ja. Ja, dit is completer. Ja. Ik had meer dit net. Een zijkant. Oh ja. Deze een 8,5. En die een 9. Ik geef deze een 8,5. En die een 8,2. Oké. We hebben echt nog heel veel. Ja. We hebben ook, ik wil die friet proeven. Ja. Nachootje. Oké. Dit is niet normaal. Maar is dat nou koriander? Ik hou niet van koriander. Nee, ik namelijk ook niet. Shit. Lekker. Ja, dit is gewoon... Dat is niet normaal. Dit zat letterlijk tegenover de Mac. Wij zeiden nog. Als dit er is, dan ga je toch niet meer naar de Mac? Nee. Dit is echt heel lekker. Nou, ja, ik proef die koriander ook niet. Oké. Even kijken hoor. Wat voor cijfer geef je dit? Vraag aan kijken. Ik geef dit een 8 gewoon. Ik een 8,5.
Nou, ik geef eigenlijk altijd een 8,5. Dus. Ik ben benieuwd of er wat tegenvalt. Ik ook. Ik denk het niet. Lekker met het gehakt. Oei, oei, oei. Even kijken hoor. Ja. Wat dan rotvragen. Oh, zijn ze niet leuk? Nee. Oh, dit zijn echt diezelfde soort vragen die je normaal krijgt gesteld. En die ander? Nou, okay. Dit is niet normaal. Oh, we kunnen ook een quesadilla proberen. Ja. Het is gewoon echt één zo'n wrap. Oh. Met kip hebben we deze. Die lekker. Kaas? Zo. Die is niet normaal. Oh. Is dit al alles? Nou, dit geef ik een 9. Ja. Nee, ik ook. Het ziet er heel simpel uit. Ja. Maar het is heel lekker. We hebben nog wel het laatste bij gedaan, hè? Ja. Van, oh joh, die doen we ook nog wel verhaal. En toen zeiden we, oké, we hebben nu gewoon het hele menu. We doen gewoon het hele menu. Oké. Okay. Wat zou je nog willen leren? Ik zou heel graag een nieuwe taal willen leren. Ja, ik wou net zeggen, een andere taal. En dan taal. Spaans. Ja. Vind ik zo'n mooie taal. Mm-hmm. Maar het schijnt niet een hele moeilijke taal te zijn. Het is alleen gewoon puur tijd investeren. Het is heel warm hier ook. Ja, het is heel warm. Het wordt heel heet in de auto. Nou, een andere taal. Oké, wat gaan we nog meer proeven? En nog iets qua sport. Zou je een andere sport nog willen doen? Oh. Want wij hebben niet echt, maar wij doen het naar een sport, maar niet echt een sport. Zo. Tennis, voetbal of... Dat hebben wij niet echt. Boksen misschien of zo? Ja, dat zo is wel grappig. Zo'n soort... dat je van die week gewoon een soort lessen hebt, weet je wel? Ja, dat. Of, dat lijkt me ook wel leuk. Dat is echt zo'n snowboarden. Dat zou ik wel willen. Dat wil ik heel goed kunnen dansen, ja. Ja. Of ik snowboarden. Dat wil ik heel graag willen. Ik kan alleen skiën, maar ik zou ook wel leuk vinden om te kunnen snowboarden. Ja, lijkt me ook wel vet, ja, inderdaad. Snowboarden. Gaan we zo'n... Welke gaan we nu? Deze is echt mijn favoriete van de vorige keer. De chalupa. Ik heb gewoon de normale. Moet je dit voelen? Ja, ik voelde het net. Ja, dat is echt ziek lekker. Ga je dit natuurlijk eten? Ja. Oh, ik zal even anders doen. Nou, lekker. Zo lekker, man. Ja? Wat is dat dan? Ja. Voor wrap? Een gefrituurde wrap, denk ik. Nou, deze is lekker, maar deze echt is gewoon standaard. 9,9. Ja? Ja. Ook nog een saus. Dat is de taco supreme. Welke? Supreme, denk ik. Deze? Oh, lekker met kaas, jongen. Ja, ik heb nu al de helft opgegeten. Ja, oké. Okay. Lekker zeg. Nou, even als dit bij ons in de buurt zat, ik zweer. Oh, dat is niet goed voor ons. Nee. Die is goed, hè? Zo. Dit is goeie. Oh. Een soort gefrituurde wrap of zo. Ja. Ik kan het niet uitleggen, maar het is heel lekker. Welk cijfer? Nou, dit is wel een 9,8. Nou, dit is ook gewoon lekker, hoor. Tacootje. Ja. Dit geef ik. En wat geef je de normale taco? Gewoon de 8. Ja, ik ook. Want dit is niet zomaar... Niet vies, maar... Ik denk, wow, dit is echt... Maar dat is gewoon een normale... Ja. Simpele taco. Ja. Dit is echt mijn droom. Ja. En ik heb echt bijna helemaal niks vergeten. Nee. Zo uitkijken naar dit moment. Hoe wist je dat je voor het eerst verliefd was? Oh, goede vraag. En hoe weet je dat? Ik denk als je weet dat je verliefd bent, dan ben je verliefd. Als je denkt,
Van, ik weet niet of ik wel of niet verliefd ben, dan ben je niet verliefd. Nee. Als je het weet, dan ben je het. Je denkt gewoon de hele tijd aan diegene. Ja. En gewoon dat jij hem constant mist. Ja. Dat je als je gewoon bezorgd bent om iemand. Gewoon, ja. Maar eigenlijk alles. Alleen maar begint diegene bezig bent. Ja, als je bijvoorbeeld iemand ziet lopen met dezelfde jas, denk je, oh, is dat hem? Weet je, dat is echt als je verliefd bent. Ja, ja, ja. Of dan ga je uit, hey, is dat hem? Oh, en dan zit je heel tijd naar te kijken. Klopt. Ja, ik denk dat het moment is dat je weet dat je voor het eerst... En gewoon veel contact wil. En dan eigenlijk bijvoorbeeld dat hij dan bijvoorbeeld 3 uur niet reageert, denk je van, oh, zou dat zijn? Dat is echt die begin. Dat was echt kut. Ja. Ja. Mm-hmm. Even kijken. Hoe ziet jouw perfecte bruiloft eruit? Oeh. Ik denk... Ik zou sowieso in het buitenland willen trouwen. Ik wou net zeggen. Ik zou denk gewoon met een klein groepje. Ja, met je gewoon trouwen, met je vrienden. Met mijn vrienden. Ja. Gewoon echt mijn meest close persoon in mijn leven. Mm-hmm. En dan gewoon inderdaad in Italië of zo. Gewoon fucking mooi ergens. En dan gewoon alleen met de mensen waar die echt om mij geven. En ik ook echt om geef. Niet dat je fucking oom uit de infval. Nee, wie ben jij, weet je wel. Gewoon zeg maar echte mensen waar je gewoon... Kijk, dit is ook heel lekker. Dat is een wrap met kaas en een taco. Maar... Kijk, dit is een... Doet hij het? Dit is een soort dubbele. Als jullie kunnen zien. Mensen denken, what the fuck gebeurt hier? Oké, ik heb hier... Wat is dit? Ik heb hier een normale soft. Oh, een hele broek. Oké. Maar, en ik zou wel misschien dan in Nederland nog een groot dik feest willen geven of zo. Ja, nog één. Ja, gewoon dan daar heel mooi trouwen en zo. En natuurlijk ook een feestje. Maar ik doe ook echt daar echt feesten. En... Ja, tuurlijk. Maar gewoon echt voor iedereen misschien nog in Nederland een feest. Of gewoon dan thuis of iets of zo. Gewoon, ja, ik weet niet. Dan misschien voor je familie. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik kan het niet echt zeggen of zo. Nee. Want nu denk ik misschien dus helemaal wat ik wil, maar ja. Voor mijn moeder heeft het ook een heel andere gedachte. Die is met mijn vader getrouwd. Ja. Weer gescheiden. En nu gaat ze dus... Heel anders. Aankomende maand weer met een nieuwe vriend. Met haar man dus, bijna. Dan gaat ze weer opnieuw trouwen. Maar ja, dat had je ook niet gedacht. Nee. Die weet het zeg maar niet. Misschien inderdaad. Maar over wanneer zou je ongeveer willen trouwen? Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit, eigenlijk. Ik denk dat ik, zeg maar, kijk... Ik vind deze niet zo heel bijzonder. Oh, deze wel heel erg. Dit vind je een 6. Een 6? Nou, dit is een 9. Ga ik even die 6 proberen. Oh. Ik denk, zeg maar, kijk, ik wil zeg maar, zou wel kinderen willen voor mijn 30ste. Is er nog zo'n fire service? Voor mijn 28ste. Nee, dat was er maar 1. Dat is dus hier ergens. Oh. Voor je 28. Voor mijn 28 zou ik wel kinderen willen, maar trouwen zou ik ook op mijn 35 kunnen doen. Ja, klopt. Maar ook op mijn 22. Ja. Zeg maar, dat maakt mij niet zoveel uit. Wel voor mijn kinderen willen trouwen. Dan wel? Heb je toch minder zorgen of zo. Mm-hmm. Denk ik. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld mijn ouders, die zijn pas 3-4 jaar geleden getrouwd. Ja. Toen ik... 18 was. Nee, het was in 2017, dus ik was 16. Oh ja. Dat was heel lang geleden. Maar dat is ook heel leuk. Maar dat was meer gewoon omdat mijn ouders er op het moment dat ze elkaar ontmoeten, mijn moeder wat had in het verleden dat waardoor ze er niet voor klaar was. En mijn vader had er ook niet behoefte aan. En opeens dacht ze van, we willen wel trouwen. Weet je, dat kan ook. Dat weet je niet. Ja, daarom. Dus maar stel, Max. Maar trouwens, zeg maar, heb ik niet echt zo dat ik daar... Het voor me zoveel ze wil doen. Nee. Want je kan ook nog heel mooi trouwen als je 35 bent en je hebt 2 kinderen van bijvoorbeeld ik film die ook al gaan oud zijn of zo. Zeg maar wat. Snap je? Stel, het zit allemaal niet mee. Ik zou niet kinderen willen op mijn 35ste nog. Nee. Snap je? Dus en trouwen heb ik dat niet per se zo vroeg hoeft. Nee. Zo. Nee, klopt. Nee, dat zou voor mij ook geen tijdsdruk achter staan. Nee. Bijvoorbeeld stel, je hebt echt een super drukke baan en je moet naar buiten, ik zeg maar wat. En dan komt trouwen gewoon niet goed uit. Dan zou ik ook denken, joh, dan gaat het over een paar jaar. Ja, daarom. Maar stel, Maxime zou gewoon over 2-3 jaar het een huwelijk vragen. Zou je wel ja zeggen? Ja. Ja. Ja, ik ook wel. Weet je, het is maar mijn vriend. Die is ook ouder natuurlijk. Ja, die is zeg maar 6 jaar ouder dan mij. Maar die wordt dus over een maand 25. Maar die is zeg maar al zoveel verder. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, het valt allemaal. Deze is lekker. Ja, die is heel lekker. Heel kazig.
Oh, lekker. Ik neem nog die patat, is ook bizar, hè? Met dat gehakt. Ja. Maar wat is dit, een lekker sausje? Wat is dit? Heel lekker. Maar dus hij is al een heel stuk verder. Dus ik denk, zeg maar... Bij jou zou dat prima kunnen. Ja. Dat hij over 2-3 jaar gewoon... Dat zou gewoon ook echt kunnen gebeuren. Oh my god, dat zou ik zo leuk vinden. Ja. Hoe leuk zou dat zijn? Dat zou echt nou, zo leuk zijn. Nou, Maxime, als je dit ziet... Ik denk dat hij zo zenuwachtig ervoor zijn. En ik denk, zeg maar, dat hij het ook niet voor zich kan houden. Nee, oh nee, dat is echt iets voor Maxime. Hij, zeg maar, kan echt... Dat is, zeg maar, gewoon dat ik het zo heb doorheb... Dat heel de lore van af. Jij bent inderdaad iemand die het helemaal doorheeft. Ja. Ja, maar hij is ook iemand die, zeg maar, helemaal niet voor zich kan houden. Nee. Dus dat is, zeg maar, dat... Dat wordt nog wat. Ja, ik kan zijn cadeautjes al nooit voor zich houden. Nee. Nee, helemaal niks. Maar ik denk altijd met stand van, hij heeft niks. Want hij doet echt altijd alsof hij het vergeten is en niet heeft. En dan opeens denk ik van, ik dacht echt dat je het vergeten was. Nee, maar dat is juist helemaal andersom. We hebben ook nog deze, hè? Oh ja. Dit is dus een soort van... Ja. Ja, een soort luchtachtig. Het is dus gewoon haplucht. Maar dit is dus... Een cinnamon twist heet het. Het is eigenlijk een soort poepoek. Maar wel... Heel echt lekker. Een lekker toetje naast echt dit. Echt een lekker... Maar zou dit voor calorieën hebben dan zo'n lucht, nee? Ik denk het niet. Kroepoek is ook best goed voor je, toch? Nou, beter als beter chips. Als chip. Ja. Het is niet dat je denkt, nou, ik ga zo kroepoek leven. Je kan dus best wel veel open chips eten. Mm-hmm. Had ik dus gehoord. Ook beter. Wat is die gefrituurd? Ja. Dan gaan we het over. Waarom? Dat houden wij allebei heel erg van delen. Ja. Dat vind ik zo heerlijk. Gewoon lekker share. De van hele, alles. Van alles, gewoon niet dat je één gerecht hebt, maar dat je gewoon alles shared. Stel je had één zo'n taco, nou dan ben ik toch maar 3 happen zat. Kijk het verschil tussen dat en dat. Ja, maar het is altijd hoor. Parkeermeter niet aan. Ik heb een leuke. Oh. Hoe zou je jezelf beschrijven in 3 woorden? Oh. Ik wil al zo jij moeilijk. Jij begint met je eerste woord. Oké, mijn eerste woord. Je wilt nog een burrito. Ja. Mezelf zou ik denk enthousiast. Ja? Mijn eerste woord, ja. Oké. En waarom enthousiast? Omdat ik enthousiast ben. Omdat elke keer wat ik voor school heel veel testen doe, zeg maar van die persoonlijkheidstesten, elke keer kom ik in het vak gedeeld uit van enthousiaste personen. Oh echt? Ja. Oh. Maar ik ben ook best wel soms iemand die, ik ben niet heel erg die zegt van nee, dat vind ik niet leuk. Nee. Ik vind altijd alles wel leuk en prima en ik zou nooit zeggen van nee, dat vind ik echt stom. En ik ben best wel, als iemand een idee heeft, ben ik altijd best wel enthousiast over. Oh ja. Ja. Nou, weet ik dus heb. Kwam ik dus laatst achter dat ik, zeg maar, niet snel iets bijzonder vind. Nee? Dus bijvoorbeeld als ik met Maus of gewoon met iemand ben en iemand zegt wow, mooi gebouw of wow, het ziet er leuk uit, lekker eten, dan denk ik echt niet zo van... Ik ben niet zo onder de indruk van iets. Nee, zeg maar. Je moet jou wel echt heel erg gaan. Ja, als ik moet een beetje... Ja, ik weet het niet. Ik kan het niet goed uitleggen, maar ik ben niet... Hoe noem je dat? Dat noem je... Maar dat beschrijf ik niet in mijn woord, denk ik hoor. Nee. Maar dat is gewoon een grappig feitje tussendoor. Maar ja, inderdaad, jij bent niet een persoon die snel zit van wow. Nee. En ik ben dat wel weer. Ja, ik ben van wow. Ik vind dingen heel snel normaal. Dat is het, denk ik. Ja. Zeg maar, als er bijvoorbeeld ook iets ziet dat helemaal bijzonder is, dan denk ik echt... Het raakt me niet. Dus het doet me niet zoveel of zo. Inderdaad. Maar beschrijf mij in 3 woorden. Wacht, ik heb een leuke, we kunnen een beetje van elkaar doen. Ja. Want ik weet het niet over mezelf. Ik ook niet. Oké, enthousiast is dus 1 woord van jou. Maar dat hoef je niet mee eens te zijn. Nee. Hè? Wel. Misschien denk maar jij wel. Wel. Jij bent heel enthousiast, denk jij. Maar ik vind jou dus zo'n negatief persoon. Nee, ik vind jou enthousiast. En jij mij? 1 woord. Jij bent heel behulpzaam. Dat jij, zeg maar, heel erg voor iemand klaarstaat. Ja, is echt alles jij bent heel loyaal persoon, eigenlijk. Ja. Jij hebt ook niet... je bent heel makkelijk in de omgang, daar niet van. Maar je hebt echt je
je bent heel loyaal naar je ouders, naar je moeder. Dat je echt je moeder vaak wil zien, omdat je echt met je ouders wil zijn, maar ook met je vriend. Ja. Of dat als ze ook jou bellen, zou je meteen voor de deur staan. Je zou niet iemand in naaien of weet je wel, nee. Achter de rug om. Nee. Heel, misschien. Ik ben echt, zeg maar, ik zou meer voor me voor iets voor anderen doen dan voor mezelf. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel echt zo. Voor mensen zeg maar dichtbij, ja. Voor een buitenstaander, dat zou je niet snel doen. Nee, maar ook wel, maar ook gewoon, je zou ook aan een zwerver wel geld geven. Ja. Of dat soort dingen, dus jij hoeft het ook niet per se doen. Nee, niet sneller. Jij is sowieso veel sneller. Ja. Ja. Eeuw, ik had een korianderblad. Oh. Nu elkaar haar koriander. Gewoon een hap zeep. Zijn jullie ik wil nog een quesadilla. Ja. Zijn er nog twee, toch? Ja. Zijn jullie team koriander of team geen koriander? Ik sowieso geen koriander. Ik haat het. Bo, we hebben gewoon bijna alles op. Ja. Lekker. Mm. Heel lekker. Die quesadilla. Oh. Dat vond je lekker? Ja. Ik heb nu alleen een hap kaas. Mm. Ik denk de chalupa. Dat is die. Dat is met die... Een zachte en er nog erin, of niet? Nee, dat is deze, die crunchy wrap. Ja. Gefrituurde of wrap. Of deze. Ja, of die. Die met allebei die wrap erin. Halen we nog meer? Zo, het is hier heet, ja. Partij. Ik vond het chalupa het lekkerst, denk ik. Ja. En die friet vond ik ook goed. Mm. Ja, ik vond alles lekker. Behalve die gewoon die simpele dingen. Die vond ik gewoon maar lekker. Maar niet bijzonder. Maar dat kende je al, zeg maar. Ja, dat kan je net precies hetzelfde bijna zo thuis ik maken. Ik vind koriander echt verpestend, want ik heb nu alleen maar koriander in mijn mond. Oh, dan vond ik er zeggen zonder koriander. Ja. Ik zag het er ook helemaal niet op staan. Dat erop zat of zo. Nee. Geloof je in geesten? Nou, denk het niet. We waren nog bezig met die andere. Oh ja. Nee, geloof je niet in geesten? Ik wel. Ja, geloof jij dat als je doodgaat dat er niks is? Dat geloof jij? Ja, dat geloof ik wel. Ja? Wat fuck? Je bent gewoon dood, Saar. Wat ga je doen? Ik snap echt niet wat je dan dat je opeens ziet. Nou, ik denk echt niet dat er niks is. Schat, je stopt gewoon met adem. Je bent gebeten. En je lichaam? Ja. Maar iedereen is toch een ander persoon? Dus er zit iets in je lichaam dat jou wel jou maakt. Maar wat zou je dan nog gaan doen? Ja. Je denkt dat wij, ik zou jou als wij dood zijn, zeg maar, dat je dan dat we samen naar boven kunnen spelen. Dat je nee, nog dat denk ik niet. Ik denk niet dat het in een menselijke vorm is. Oh. Misschien dat je, waar ik wel in geloof, dat je als, ja, of dat je als een nieuwe iemand komt. Ja. Maar dat je gewoon alles vergeet, ja? Ik denk echt dat ik in mijn vorige leven een hert was. Hè? Ja, ik heb wel eens toen klein was echt een soort visioen gehad dat ik een hert was. Wat zeg jij? Een hert? Gewoon een Bambi. Hè? Huh? Ja, ik zweer. What the fuck? Ja, dat denk ik. Ja? Ja, dat denk ik. Ik heb echt gewoon zoiets met hert. Als ik die aankijk, denk ik gewoon, ja, ik voel jou. Nee, is het serieus? Volgens mij word ik hier een prank gehouden. Nee. Oké, we waren drie woorden aan het beschrijven eigenlijk, hè? Ik wil nog zo'n cinnamon twist. Maar drie woorden. Ik vind jou loyaal, slash behulpzaam, zeg maar dat. Ja, ik vind jou. Jij bent ook heel ondernemend. Ik vind jou. Ja, ik wil je zeggen hardwerkend. Oh ja. Zeg maar, jij werkt echt veel en hard en je bent druk, maar je hoort jou niet zo klagen. Nee. Natuurlijk zeg je wel eens van, oh, weet je wel, ik heb echt druk weekend gehad, maar. Je hebt echt altijd bezig, daar werken, dit doen, klusje, weet je wel. Ja, ja, maar dat heb jij ook. Maar jij bent heel erg ondernemend, zeg maar. Weet je wel, je bent, hè. We gaan dit doen, we gaan dat doen. Je hebt een doel, je wilt iets bereiken, je gaat ervoor. Ja. Schijt aan andere mensen. Ik denk dat die auto hier wil staan. Dat is een elektrische auto. Maar zit hij ons niet in de auto? Ik durf gewoon nu niet meer te bewegen. Hij rijdt nu weg. Oh nee, hij komt er niet naast staan toch? Oh nee. Oh! Hi! Oh ja, tuurlijk! Ja, is goed. Ah! Waarom mag het niet gewoon? Al eer. Ik zat nu bij mijn eigen gaan wachten.
Maar wij moeten er maar wel uit. Dit was zo awkward. Nee, echt zo, oh ja. Oh ja, tuurlijk. Yo. Oh ja, oh, ja. Kijk eens. Hoi. Ja, hij werd best wel knap ook nog. Ja, hij zag wel leuk uit. Hij vond het helemaal mooi, al denk ik, dat wij zaten te filmen. Hij denkt, hé, wat zijn jullie nou aan het doen? Ik snap hem wel. Hij denkt, wat een foto. Ja, maar ja, als je daar midden op de weg gaat staan, dan weet ik toch niet wat je bedoelt. Nee, ik zou hij ging even zijn of zo. Ja. Ik ben met toch op een video bezig. We horen hem niet. Nou, top. We staan hier. Nou, verder met de video. Jij hebt tussen met je gordel opgedaan. Nou, ik wil patatjes, maar ik heb elke keer koriander. Dus dat maar niet echt. We niet echt oh, dan. Dat is die mama. Oh, dat is echt awkward. Ik denk dat je er ook echt lang gaat lopen. Oh. Nou, we hebben... Kan je dit gewoon zo drinken al? Ja. Ja. Huh? Maar hoe moet je hem dicht doen dan? Oh. Oh, dat is heel raar. Nee, je moet gewoon recht houden. Je hoeft niet zo te doen. Hé. Hey. Je kan gewoon zo. Je hoeft niet zo te... Oh, daar komt hij of niet? Nee. Dat is zo niet. Je kan gewoon zo denken. Handig, hè? Waar komen deze vandaan? Ja, gekregen. Ik wil deze ook. Dit ga ik kopen. Leuk, hè? Ik vond het ook helemaal leuk. Ook lekker met sporten. Fucking chill. Ja, hoef je niet zo te doen. Ik ga dat ook kopen. Maar er zat alleen geen ding bij. Maar die derde weet ik gewoon even niet. We hebben alles vriendelijk, spontaan, ja. Leuk, sociaal. Maar ja, jij dat is iedereen. Ja, jullie kunnen wel zeggen aardig, ja. Knap, lekker gek en geil. Ja. Ja. Nee. Ik neem nog een hapje. Ja, die is lekker. Zo lekker allemaal. Ja. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Zo gehuild. Gehuild. Ik denk... Ja, vorige week sowieso. Denk ik. Ik haal denk ik wel één keer in de week. Oh, ik haal misschien één keer in de week. Een paar keer in de week haal ik wel, denk ik. Maar ik ben echt een young baby. Ja, ik ook. Ik denk dat ik gisteren heb gehuild. Ja. Ik denk dat ik gisteren heb gehuild. Ik had echt een kutdag. Gewoon, ik werd zaggerijnig van het weer. En ja. Ik werd gewoon helemaal zagger van alles. Moest gewoon huilen. En toen dacht ik, dit slaat er nergens op. En dan is het ook weer na 1 minuut ook klaar. Altijd. Dan zit ik te janken en denk ik, maar... Waarom hel? Fuck hell. Ja. Kom, maar dan zegt mijn vriend ook van... Wat is er nou aan de hand? Ja. En dan zeg ik, ja... Helemaal niks. Ja. Maar ik moet gewoon heel veel... kut voor ons om niks. Ja. Heel raar. Ja. Heb ik ook. Het staat echt nergens op. Hmm. Maar inderdaad, het is denk ik echt een sterrenbeeld. Heel emotioneel. Ja. Maar wij zijn niet, dat hebben wij ook allebei, emotioneel. Maar we zijn niet dat we dat echt aan anderen laten zien. Nee. Wij kunnen echt om alles janken, maar echt niemand, alleen bij je vriend. Niemand weet dat. Niemand weet dat. Wij zijn ook nooit... Ook mijn ouders niet. Nee. Ik jank me echt heel vaak in mijn kamer. Als mijn ouders zitten, dan kijken ze echt heel raar, maar... maar mijn ouders hebben gewoon nooit door. Mijn ouders denken altijd dat het goed met me gaat. Ja. Me zo vaak en dan hoor je de trap en denk je... Ja. Of dan... Ja, dus... Hoi. Nee, wij blijven. Wat is er? Nee, nog niet. Over... Ja, misschien 10 minuten, een kwartier. Oké. Echt. Iedereen denkt echt, wat gebeurt hier? Ja. Maar inderdaad, wij zijn ook niet snel dat als er bijvoorbeeld iets heftigs gebeurt, of je krijgt een heftig telefoontje, dat we opeens keihard zo gaan janken. En, nee. Weet je, dan zouden we dat echt een beetje voor ons houden of wegduiken. Bo en ik waren al een hele tijd vriendinnen en toen heel laat kwamen we er pas achter dat we hetzelfde sterrenbeeld hadden. Want jij bent februari en ik maart. En toen vielen zoveel dingen op zijn plek. Ja. Toen dachten we echt, wanneer was dat dan? Ja, toen we 18 waren of zo, volgens mij pas. Ja, of 17 of zo. Ja. Klopt. En pas later van, ben jij vissen? Oh, ben ook vissen? Ja. Oh, vandaar. Oh, vandaar. Heel grappig. Ja, heel leuk. Oké, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het echt heel leuk. Het is zeker de moeite waard om even langs te gaan. Zeker. En dat zeg je ook wel in meerdere steden, dus... Ja. Volgens mij komt er ook in Utrecht. We zitten er wel in Amersfoort. Dus nu in Rotterdam zijn wij geweest. Oh. Ik vond het helemaal leuk. Ik hoop dat jullie de video ook leuk vonden. Vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En dan wil ik je natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg! Doeg!